Kees de Boer, 4-2 nederlaag bij Feyenoord. Maar ik denk dat we eindelijk hebben gezien waar ADO ook toe in staat is. Ja, dat denk ik wel. Ja, wij voelen als team nu gewoon dat hier mee te halen was vandaag. Zoals het, ja, de trainer zei het ook al na de wedstrijd. Ja, vooral de eerste helft was gewoon echt een prima pot van ons. En hij zegt wel, ja, in deze wedstrijd hebben we meer laten zien al dan in de eerste twee wedstrijden bij elkaar. En dat we hierop kunnen verder bouwen. Is het gek als ik zeg dat hier misschien wel meer, veel meer haalbaar was dan wat er nu uiteindelijk voor Eindschot op het scorebord staat? Nee, dat denk ik niet. Zo voelen wij ons ook. En ja, daar moeten we ook weer van leren. En misschien volgende keer wel gewoon die punten pakken. Wat was het verschil met de afgelopen wedstrijden en vandaag hier in Rotterdam? Nou, ik weet niet. We zaten gelijk lekker in, voor ons gevoel. We pakten onze duels, we stonden goed. En aan de bal, ja, voelde het ook wel alsof iedereen zelfverzekerder was. En ja, we gewoon kansen konden creëren. En ja, dat hadden wij in de eerste twee wedstrijden eigenlijk helemaal niet. Nee, want je komt al vroeg op voorsprong. En dan daarna zelfs nog kansen op 2 of misschien wel zelfs 3-0. Ja, zeker. Ik kan me die van Vicente nog herinneren. Die, ja, het is jammer dat ze er niet in gaan, maar... ja, zoals ik al zeg, we moeten hiervan leren en hopelijk pakken we volgende keer wel de punten. Ja, wat dan extra zuur maakt is dat als je dan na die 2-2, na die strafschop, het toch weer zo snel eigenlijk dan weer 3-2 wordt. Ja, dat was eigenlijk te snel. Dat mag eigenlijk nooit gebeuren en ja, dat is jammer. Dus, ja. Toch denk ik dat dit wel veel vertrouwen geeft voor de belangrijke wedstrijd van komende week tegen VVV. Dat zeker, dat zeker. Trainers ook, we kunnen hier bouwen. We voelen ook als team dat we een redelijke pot hebben gespeeld en dat we gewoon VVV willen pakken volgende week. Nou, ook voor jouzelf, vorige week even geen basisplaats, maar deze week stond je daar alsof je nooit was weg geweest. Ja. Voelde voor jou zelf dat ook echt lekker? Ja, ik kan denk ik wel tevreden zijn over vandaag en ook voor mezelf kan ik hierop verder bouwen en geef dit vertrouwen voor de volgende wedstrijd ook.